televidente non sta back della nostra edizione di conclusione di AVE. Non mi sa proprio pensare sicuro, pensa me solo a Fatan. Pensa pension, Fatan, led, questo è logico. Proprio pension è importante proprio ti rende in linea di buon pensamento, buon passion, buon trabocco. Antori Fatan può percepire un pacchetto di pension sicuro, lo dà una massa soddisfazione interna organizzazione. Pensa sicuro, pensa pension, pensa Fatan, led, questo è logico. Avevo invitato il signor Wim Vermeulen, età di programma Spreekment Nederland, che sto compiendo 20 anni. Wim, het is toch opvallend, vind ik, en misschien kan jij dat beamen. De laatste tijd horen we heel weinig over de losbondige Curaçaose jeugd. Was dat overtrokken? Hoe moet ik dat zien? Of is het... Of zijn ze bijgekomen, maar we horen de laatste tijd heel weinig. Ik vind het heel bijzonder dat jij dat vraagt. Want ik heb het me de afgelopen, laat ik gewoon zeggen, het afgelopen half jaar ook afgevraagd. Uh-huh. Mijn contacten volgen met Profor in Amsterdam, ja. Die veel werk doen in Zuidoost. Ja, in de wijken. In de wijken, hoe gaat het nou? Waarom horen we niets meer? We horen het liefst. Het liefst horen we niets natuurlijk. Natuurlijk. Het kan gebeuren, weten we, maar... Voor hetzelfde geld kan het gebeuren met alle andere etnische minderheden. Nee. Op dit moment heeft Nederland toch wel een probleem met Marokkanen. Dat is duidelijk. Marokkaanse jeugd. Marokkaanse jeugd. Ja. Ik wil niet zeggen dat die de rol overgenomen hebben van de jongelui uit Curaçao. Of wat dan tillen. Zo wil ik het niet zeggen. Ik denk dat het komt dat je in een, laat ik zeggen, die jaren terug... werden kinderen op vliegtuig gezet en die gingen naar de Carmen, die zat in Amsterdam. En die vangt Die gaan naar school en daar is het beter. Ja. En daar begint het probleem en dan gaat hij bij een tante, die heeft er geen tijd en geen geld voor. Geen geld, geen woning, geen school. En dan zit hij bij haar thuis en dan krijg je binnen de kortste keren krijg je problemen, joh. Ze gaan elkaar opzoeken, dat is normaal. Logies is als vis, zeggen ze. Ja, na een paar dagen gaat het rotten. Ja. En ik denk dat we de kwaadste tijd achter de rug hebben. Dat die jongelui, ja? Laat ik zeggen, als je 15 bent en je bent nu 25, dat is toch wel heel wat anders. Ja. En natuurlijk zijn er nog die... Die ook de verkeerde richting ingaan, maar dat heb je altijd. Wat dacht je van Nederlanders zelf in Nederland? Ja. Uh-huh. Laten we zeggen dat het ook een groot probleem is. Hoor. Ja. Ja. Op dit moment... Nu dat op een gegeven ogenblik er minder geld is, zijn de overvallen, die gaan zich verplaatsen, van banken is afgelopen. Want die zijn zo beveiligd, er is geen stukje papier meer te halen, bij wijze van spreken. Nee. De winkels hebben zich zodanig beveiligd, dat je daar eigenlijk, nu bij opsporen verzocht, zie je zo een beeld lopen. En ze worden 8 van de 10 worden gepakt hoor, dat is geen probleem. Ja. Dus dat wordt ook minder, dus zo gaan ze nu doen. Dan bellen ze bij jou thuis aan en jij doet de deur open en ze pakken je gelijk. Ze slaan gelijk in elkaar. Dan word je zo verbaasd. Gelijk gepakt en zeg je, geld. Gewoon bij jou thuis. Nou, kom, en het is heel normaal. Bij de mensen thuis. Dat is wel erg, want kijk, in Nederland is het heel normaal dat er gebeld wordt. Als er gebeld wordt, dat je de deur open doet. Ja. Ander voorbeeld, ik hoorde van een mevrouw uit Den Bosch, heel zielig, van 85 jaar. Die staat op het balkonnetje. En die zwaait naar mensen, de twee vrouwtjes, die zwaaien terug. 10 minuten later wordt er gebeld. Staan die twee vrouwtjes aan de deur. Ach, mogen we bij u een briefje invullen? We hebben geen pen. De vrouwtje zegt dus prima en het was heel gezellig. Maar wat doen ze nou? De vrouwtje loopt voor en die twee lopen achteraan naar binnen. En die laat de deur openstaan. En dan komt een derde binnen en die zoekt al die slaapkamers af. Schoen, en die haalt alles van de vrouwtje weg. Haar AOW'tje, haar spulletjes. Dat is erg, nou, die dat dingen is zijn nu op dit moment aan het gebeuren in Nederland. Gaat zich helemaal verplaatsen. Verplaatsen, ja. Denk jij, want we hebben het net gehad over, we weten, er was een periode dat de Curaçaose jeugd was berucht, zeg maar. Zat er ook een stukje vooroordeel, bijvoorbeeld van de pers, in de publicaties? Ja. Zodra er maar iets gebeurde en er was van de groep van 5 een Curaçaoenaar of een Antilliaan bij, dan werd dat
ten opzichte van andere activiteiten of wat er gebeurde, werd dat zeer sterk overgebracht. Dus er was een duidelijke stigmatisatie. Ja. Is dat ook een beetje nu, zeg maar, minder geworden? Nou, zoals ik het zelf tegenaan kijk, Nederland heeft grote moeite met integratie. Echt integratie. Ja. En trouwens, nu komt Oost-Europa eraan. Hè? Ja. Polen, Hongaren. Schei uit. Die lopen het land ook wel. Bij onze webtv Wolfs, van Schijndel krijgen we de politieberichten binnen. En ik overdrijf niet, van de 10 politieberichten zijn er minstens 3 of 4 bij van zatte Polen. Die ergens de auto tot los hebben gereden of die waren zat op straat. Het is een verschrikking. Ja. En de auto's die worden in de mum van tijd weggehaald en die zie je nooit meer terug. En dan maar naar een Mercedes. De auto's worden gestolen. Die worden gelijk ontmanteld. Het hele zooitje gaat naar Oost-Europa en krijgt daar een ander nummer. Weet ik hoe ze dat doen. Maar dat komt weer terug. Dus zeg maar ook, zelfs van Rusland hebben we het ook over. De criminaliteit in Nederland komt ook uit de Oosterburen, zeg maar. Het is. Buren, Oostlanden. Het wordt steeds meer. Het loopt op. En ik vind ook dat men iets moet gaan doen om daar tegen op te treden. Op een of andere manier. Het is moeilijk, want die grens is open. Ja, die grens is open. Van Polen kan je zomaar in Nederland binnenrijden en werken. Ja. Wonen en ook weer weg, hè? Ja, ja. Zonder enige controle. Ja, ja. Dus in dat opzicht, dan vind ik toch dat we dan op een positief punt belanden. Ja. Dat de Curaçaose jeugd zit niet zo diep in de problemen zoals dat enkele jaren terug het geval was. Het bestaat nog wel. Ja, natuurlijk. Er zitten komt er niet aan ook. Hè? Maar die hebben zich aangesloten of die zijn nu bij bijvoorbeeld wat Provo doet. Mm-hmm. Activiteiten met jongelui, met tienermoeders. Ja. Die willen ze helpen bij hoe ze met geld om moeten gaan, met de woning op school, met de kinderban. Kijk, en dat is fijn dat die mensen opgevangen worden, want er blijven toppers natuurlijk, hè? Laten we eerlijk zijn. Dus er wordt best veel aandacht aan besteed en ook wel een bepaalde gemeente geld aangegeven om juist multicultureel daar iets aan te doen. Ja. Voel jij wel enigszins hier en daar dat er belangstelling is om voor Curaçaonaars om naar het eiland te remigreren? Om terug te gaan. Om terug te komen? Ik denk dat het gaat gebeuren. De situatie in Nederland is op dit moment in de economie. Bezuinigingen zijn volop aan de gang. Ja, volop bezig. En als je kijkt wat voor kwaliteit aan studenten er elk jaar nog komen. Ja. Laat ik zeggen augustus, Valencia, maart. Ja, gaat er weer. Nou, er gaat een groep, komt hier studeren. Uh-huh. En dat zijn niet de mensen die voor trabbelzorgen. Die komen hier studeren, die worden opgevangen in Nederland en die gaan studie doen. En ik ben ervan overtuigd dat die een keer terugkomen naar de eilanden. Ik ken een knaap die was hoofdlogistiek van Fokker. Kijk eens aan. Ja, die had een prachtige baan. Ja. Maar die zegt tegen mij, Wim, moet ik nou teruggaan naar Curaçao? Ik heb hier een prachtige baan. Dat is heel moeilijk. En kijk, je hebt als je woning hebt, je huis en alles, je werk, je weet het een beetje, huisje, tuintje, boompje. Ik bedoel, alles is op zijn plaats. Is het best wel een moeilijke beslissing om zomaar gewoon op de Bonafoy naar Curaçao te vertrekken. Ja, dat weet je toch niet? Ze hebben natuurlijk een Nederlands meisje, krijgen kinderen, komt een gezin. En dan zijn er toch, ik wil niet zeggen handicaps, maar om terug te gaan, maar als je een hele goede baan hebt in Nederland, dan wordt het moeilijk. Ja. Maar ik denk dat er toch wel een steeds meer gaan remigreren. Er wordt ook van alles voor gedaan, vind ik, vanuit Curaçao. Ja. Nou, en ik vind zelfs dat de Nederlandse overheid kan ook een beetje meewerken, zeg maar, door die overtocht een beetje te financieren. Ja, vind zoals ik ze dat met Turken zelfs doen, dacht ik. Dat klopt. En Marokkanen. Dus dat is een mogelijkheid. Ja. Nou, 20 jaar, u spreekt met Nederland. Wat gaat er nu gebeuren met u spreekt met Nederland? Wat kunnen we verwachten de komende 20 jaar? Dan moet je echt een antwoord op geven. Ik geef nu een antwoord, Gonzalo. 1 oktober 2011 gaan de pannen erop. Gaan de pannen erop? Jij hebt de primeur. Jij meent het niet? Ja. Meen je dat nou? Ja. Kijk,
Ik ga naar de 70 toe. Ja. Ik wil niet zo'n oud mannetje worden. Ja. Die doet wat moet. Het is leuk geweest. Het is leuk geweest. En ik heb er veel plezier aan beleefd. Uh-huh. Ik heb er heel veel leuke dingen. Ik heb totaal geen spijt. En ik moet eigenlijk op zo'n moment stoppen. En dat ga ik ook doen. Daar kies ik bewust voor. Dus in oktober, 1 oktober houdt stop het op programma, te bestaan. Stop op. Ja, 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 ja. Ik vind dat je het heel goed benadert, de manier waarop je dat doet. Ja. Want met de stellige overtuiging dat je hebt je werk verricht, het is mooi geweest en er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Ja, 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 duidelijk. Dus daar heb jij de primeur, jongen. Nou, dat is een wereldprimeur dat we hier hebben. Wim, we zijn een beetje door de tijd heen. Ja. Ik heb niet genoeg woorden om jou te bedanken dat je ons hebt bijgebracht, zeg maar, de afgelopen 20 jaar. Met U spreekt met Nederland. Dat is een icon geworden, zeg maar, in onze radio gebeuren op het eiland elke zondagavond. U spreekt met Nederland. Het is toch een anders programma. Het is totaal anders opgezet. Ja, klopt. Ja, ja. Met een heel andere doelstelling. En, ja, ja. En dat hebben we zeer positief ervaren. En ja, ja, het zal ook voor mij een tijd komen dat ik moet zeggen, kappen ermee. Want ik bedoel, we worden niet jonger, zeg maar. Nee, dat klopt. Ja. Je moet een keer een besluit nemen. Ja. Afhankelijk van de situatie. Nou, dit was vond ik een mooi tijdstip om te zeggen. Na 2000 uitzendingen, hè, 20 jaar. 2000 uitzendingen. Maar Curaçao houdt je altijd in je hart. Ja, natuurlijk. Ja. Die, kijk, daarom die, kom je niet die uit. Die navelstreng blijft. Die knipt niemand door. Ja, onze Heer, onze lieve Heer knipt hem door aan het eind. En dan is het afgelopen. Zo is dat. Wim, van harte bedankt dat je de tijd hebt gehad tijdens je korte vakantie. Dat dank we je, toch jongen. Even dank konden zitten en een beetje hebben over U spreekt met Nederland en over jouzelf. En nu heb ik zelfs een primeur. Het is niet het beste nieuws wat ik verwachtte, maar ja. Van de andere kant kan ik het heel, heel goed begrijpen. Dat op een gegeven moment dat je zegt, ja, we hebben het goed gehad. En we willen het ook goed houden. Dus zeg maar dat die naam van het programma, de inhoud en alles wat het voorstelt, toch op een heel goed niveau blijft staan. Van harte bedankt voor je komst naar de studio. Heel veel succes in de maanden. We gaan nog genieten de komende maanden van U spreekt met Nederland. En je weet het, zodra je op het eiland bent, spreken we je heel graag. Goed, joh. Oké. Dank je. Het gaat je goed. Ja. Televident is Wim Vermeulen, productor. Die het programma U spreekt met Nederland in oktober. Het programma te llega 2000 entregas. Y Wim te visa, de basta war. U spreekt met Nederland. Nos agradecí y naturalmente amo. Amabilidad fue también para seguir el programa. Ya lo son ustedes con otra edición naturalmente de conclusión. Mientras tanto, así me contento para mí en la camina con Steve Bobés y te el próximo conclusión. Buenas noches.